Energie besparen aan de pomp, dat kan niet alleen door minder kilometers te maken, maar ook door de bandenspanning regelmatig te controleren. Studenten van het Alpha College wezen tankende automobilisten daar vanochtend op, bij een aantal tankstations in de stad. En als de spanning te laag was, dan werd dat gelijk even gefixt. De actie is georganiseerd door de Milieufederatie Groningen in het kader van hun eigen energiebesparingsweek. We willen graag mensen bewust maken dat energiegebruik meer is dan alleen maar gas en elektriciteit gebruiken. Dus ook indirect energiegebruik is energiegebruik. En wordt er veel verspild? Je kan altijd beter. Bijvoorbeeld door de autobanden goed hard op te pompen. De weerstand is dan lager, zodat de auto zuiniger rijdt. En het scheelt een heel stuk in brandstofverbruik. Dat is een heel belangrijk iets. En ook het weggedrag van de auto wordt sterk beïnvloed door de bandenspanning. Weggedrag, wat bedoelt u? Nou, kortere remweg, betere grip op de weg en minder slijtage van de banden. Het is toch een heel belangrijk iets dat de bandenspanning goed is. Zijn uw banden goed op spanning? Dat weet ik niet. Weet ik veel. Controleert u dat niet vaak? Nee, dat doe ik, kijk ik niet vaak naar. Uiteraard. Ja, u controleert dat regelmatig? Het is alweer een tijdje geleden, maar ik controleer het niet elke dag. Maar volgens mij zijn ze nog aardig op spanning. Zijn deze banden een beetje goed? Ja, wel. Deze zijn nu goed. Nu wel. Nu wel? Ja, nu wel. Ja, er moest overal wat bij hem, maar nu is het wel goed. En hoe is het even het algemeen gesteld met de banden van de mensen? Eigenlijk iedereen te laag, ja. En als ze eenmaal goed op spanning zijn gebracht? Het is wel belangrijk om iedere maand te gaan controleren of de spanning goed is. Iedere maand? Iedere maand, dat klopt. Ja, dat is vaak, het klinkt vaak, maar het zal ook vaak weinig zijn dat erbij moet. Maar er wordt wel voorgeschreven, iedere maand even controleren, ja. De energiebesparingsweek duurt tot en met zaterdag. Deze week geven we leuke tips hoe je kan energie thuis besparen. Geen moeilijke dingen. En onze tips kosten jou geen moeite of geld. Elke dag heeft ze eigen thema. Morgen is het dikke truiendag.